gaat dus voor fanatisch. Hetty Ortelman, voorzitter van de stichting Kledingbank Amersfoort. Hoe is het in deze crisistijd om deze zaak te kunnen runnen? We merken dat we nu al meer aanvragen hebben dan de afgelopen tijden. Mensen die nog niet in ons bestand zaten, die nog niet hier geweest zijn, die melden zich nu ook aan. Dus we merken dat er een toename is van aanvragen voor kleding, schoeisel en wat al iets meer zijn. En die crisis is nog niet zo heel erg lang bezig, dus we verwachten eigenlijk dat we nog wel veel meer aanvragen zullen krijgen. Hoe komt u aan de gegadigden die hiervoor in aanmerking komen? Mensen die bij zelfs een huisarts of bij een kerkelijke gemeente of bij een maatschappelijk werkster, als zij constateren dat er een behoefte is of een financieel tekort, dan kunnen zij een doorverwijzing schrijven en dan kunnen die mensen een afspraak maken. En dan worden ze individueel geholpen en voorzien van kleding, schoeisel, beddengoed, handdoeken. Al wat er is en wat ze nodig hebben, kunnen ze dan krijgen. Maar alleen op doorverwijzing van mensen die in de zorgsector aanwezig zijn. En de gemeente Amersfoort staat hier buiten? Ja, daar hebben we verder geen bemoeienis mee. We hebben wel problemen gehad in verband met elektriciteituitvallen. En ook dat we hier weg moeten, dat we de gemeente aangesproken hebben en gevraagd of ze voor ons een nieuwe ruimte hebben. Maar vooralsnog is het allemaal niet aan de orde. Dus wij doen alles buiten de gemeente om. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar heeft u ook contact met onder andere de voedselbank of met Leger des Heils of andere instellingen die ook kleding inzamelen? Met het Leger des Heils hebben we geen contact mee. Met de voedselbank wel. Mensen die bij de voedselbank komen, die kunnen via de voedselbank ook doorverwezen worden naar ons. En wij kunnen ook weer mensen doorverwijzen richting voedselbank. Maar via het Leger des Heils doen wij, daar hebben wij geen connecties mee. Daar handelen we ook niet mee. Kringloopwinkel ook niet. Wij hebben gewoon puur, hoe noem je dat, persoonlijke initiatieven. De mensen komen hier hun kleding brengen op zaterdag. Tussen 10 en 2 uur zijn we open voor de inname van kleding. En ja, dat werkt als een soort, ja, bal, als het balletje helemaal gaat rollen, de ene hoort het van de ander. En ja, zo krijgen we toch echt wekelijks heel veel kleding binnen, die dan hier gesorteerd wordt. Want alles wat binnenkomt is niet bruikbaar, maar daar zijn we niet heel rauwig om, want wat echt afgekeurd wordt, dat gaat naar opkopen. En voor dat geld wat we daarvoor krijgen, kopen we ondergoed, sokken, pyjama's, want dat zijn toch artikelen die niet graag tweedehands gedragen worden door mensen. Maar financiële middelen hebben wij verder niet. Dus wij zijn heel blij met alles wat de mensen ons brengen. Maar doordat we veel binnenkrijgen, kunnen we ook streng sorteren. Dus ja, we willen mooi spul, heel spul, modieus. Het moet allemaal wel eigen tijd zijn. Ja, we gaan ervan uit, als jij het zou krijgen, zou je het zelf aantrekken. Zo moet het eruit zien. Het moet niet een lomp zijn of verfspatters of gescheurd. Dan gaat het toch weg.